10 jaar geleden was Emily de Jong Elhagen de laatste premier van de Nederlandse Antillen. Het was haar taak om het proces te begeleiden om de Antillen te ontmantelen en van Curaçao en Sint Maarten onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk te maken. 10 jaar later kijkt ze hier met gemengde gevoelens op terug. Hebben wij het er dan goed aan gedaan als eilanden zijnde om te stoppen met de Nederlandse Antillen? Eigenlijk niet. Maar het was de bevelwens van de 5 eilanden. Die hebben eigenlijk gezegd geen Antillen meer. Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen werd de gehele schuld kwijtgescholden. Inmiddels is de schuld alweer bijna even hoog als 10 jaar geleden. 4 miljard. Dat is 4.000 miljoen. Dat is gigantisch. Ja, 4 miljard. Daar heeft u persoonlijk ook hard voor gestreden. En dat hebben wij gehaald. Dus toen dacht ik, en nou gaat het gebeuren. Want je hebt dan een begroting, een surplus op je begroting. En dan goed onderwijs, gezondheidszorg, de jeugd, de oudjes, sport, cultuur enzovoorts. Volgens de oud-premier is uit de afgelopen 10 jaar gebleken dat Curaçao het op dit moment nog niet alleen kan. Wij hebben hulp nodig. Sorry, dus wij hebben nu dringend hulp nodig. De bevolking die crepeert, de bevolking die lijdt eronder. En wie gaat jou helpen? Nederland. We zitten in het Koninkrijk. In 2010 heb ik ook gezegd, dit is niet het einde van de reis, maar het begin. Samenwerking, niet alleen voor financiën en rechtshandhaving, maar goed onderwijs, onze gezondheidszorg. En dat we elkaar kunnen vertrouwen, want dat is de wens van de bevolking.